Wij gaan onze vraag stellen hoe die samenwerking tussen kennisinstellingen, ik vind het een vreselijk woord, gewoon universiteit, faculteiten en alles wat daar omheen draait en cirkelt, de bedrijven en de stad, hoe je dat nou zo maximaal mogelijk kan realiseren, kan organiseren, dat het een maatschappijvernieuwend karakter heeft. Dat het de stilstand tegengaat. Geeft u nou eens een illustratie? Want u bent nou betrokken geweest bij de ontwikkeling, na de oprichting, bij de ontwikkeling van die Amsterdam Economic Board. Geeft u nou eens een voorbeeld van iets waarvan u zegt, kijk, daarmee, dit maakt verschil. Ja, ik denk waar ik veel mee bezig ben geweest in Amsterdam Economic Board, waar ik inderdaad echt een passie voor heb, is scenario planning en het scenario denken. En ik denk dat is toch iets in het bedrijfsleven dat dieper in ons zit om na te denken over de wereld die eigenlijk ons meer kan beïnvloeden dan wij de wereld zelf kunnen beïnvloeden. En dat wij daar ook eerlijk in zijn dat de buitenwereld meer impact op ons gaat hebben en de onzekerheid van die buitenwereld meer impact op ons gaat hebben dan andersom. Ila Kazem, wat is nog het moeilijkste in de begeleiding van die Amsterdam Economic Board? Wat vind je het lastigste? Nou, wij zaten aan de voorkant, hè? Dus toen het eerste idee ontstond om die board vorm te gaan geven. Wat daar heel lastig in is, er was al een geschiedenis van allerlei overlegtafels die bestonden. En met allerlei partijen die daar in plussen en minnen al positie in hadden. Dus om partijen te verleiden om aan iets nieuws te beginnen. En ook tegelijkertijd je te realiseren dat het geen wondermiddel is. Hè? Want dat ziet iedereen natuurlijk ook. Hè? Het is een volgende stap in de samenwerking die tot betere resultaten leidt. Maar de skepsis weg te nemen dat het al op heel veel plekken bestond en daar ook van alles op aan te merken viel. Dus er moest veel overtuiging in. Het perspectief was wel goed. Men kon ook de meerwaarde wel theoretisch zien. Maar er moest behoorlijk wat overredingskracht in om vanuit het bestaande naar iets nieuws te gaan. Kom ik bij Barbara Vis. Hoe kijk je naar die board? Hoe kijk je naar haar maatschappelijke positie, naar haar kracht? Dat is een interessante vraag. Het is ook geen eenvoudige vraag. Dat is een hele gevaarlijk antwoord dit, hè? Ik ga proberen ergens heen te gaan. Ja. Mijn onderzoek gaat weliswaar over politieke besluitvorming, maar niet over alle politieke besluitvorming. Dus ik kijk vooral naar het gedrag van regeringen en het gedrag van politieke partijen. Dus in dat opzicht is het gedrag van de Amsterdam Economic Board en de actoren die daarbij betrokken zijn, is niet iets waar ik me zeg maar dagelijks mee bezighoud. Maar in dat opzicht kan ik nog wel met de lessen die je uit andere terreinen trekt, kun je hier mogelijkerwijs iets over zeggen. En een van de dingen die blijkt uit mijn onderzoek is dat, daar hebben wij in een vorig gesprek ook over gesproken van, als het gaat om de lange termijn versus de korte termijn. En wanneer ben je bereid om bepaalde risico's te nemen die misschien op korte termijn pijn doen, maar die wel nodig zijn om op lange termijn mogelijk beter uit te komen. En dan zie je dat soort besluiten, dus het nemen van risico, dat die besluiten dus juist worden genomen als het eigenlijk niet zo goed gaat. En in dat opzicht is dat natuurlijk wel een interessante context voor de Amsterdam Economic Board. Want dat zou betekenen dat het eigenlijk eerst slecht moet gaan in de stad voordat mensen echt samen kunnen komen om stappen te nemen die dus echt voor met risico gepaard gaan, maar wel mogelijkerwijs op lange termijn meer opleveren. Als u naar het perspectief van die positie van die Economic Board kijkt, wat is dan uw oordeel? En nogmaals, we mogen hier even hardop zeggen wat we vinden. Ik krijg misschien van de rector ook nog een dag voor. Ja. Ik heb wat is het een nadenken. Vanuit goed besturen, maar ook vanuit wat je als een simpele universitaire medewerker op afstand ziet gebeuren. En die medewerker is toch geïnteresseerd in dat openbaar bestuur. En aan de ene kant is het wel heel intrigerend. Er is heel veel onderzoek in de bestuurskunde en elders naar publiek-private samenwerking. En er is veel onderzoek naar governance om maatschappelijke problemen gezamenlijk op te lossen. En wat, even los van de term triple helix, maar wat die Amsterdam Economic Board natuurlijk voor nieuws brengt, is dat kennisinstellingen, universiteiten zich aansluiten bij die publieke en private partners om samen een aantal problemen op te lossen. En dat is een intrigerende uitdaging aan de ene kant. Dus in zekere zin petje af.
En het is net begonnen en er zijn verwachtingen en ik begrijp dat het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies gerealiseerd wordt. Dus dat is mooi. En aan de andere kant heb ik ook wel zitten denken van nou, ik weet niet of een deel van u was daarbij, maar in de serie Maatschappij in de Maak hadden we een tijdje geleden een debat over de stad in de maak of maatschappij in de maak, de toekomst van de stad. Stad in de maak. Stad in de maak. En daar kwam een initiatief van de Vrije Universiteit samen met woningbouwcorporaties aan bod. Studenten die kunnen gratis in woningen verblijven in problematische wijken vaak. En leveren als compensatie daarvoor, als tegemoetkoming, leveren ze 12 uur per week. Meedoen in een dienstencentrum, meedoen in een buurtcentrum, coachen van een gezin. Ons voorbeeld is geweest voor dit verhaal wat Ila Kassem noemt New York, Bloomberg. Die zag dat de economie van New York ook te afhankelijk was van financieel zakelijke dienstverlening. Hij zag San Francisco, Silicon Valley en dacht, daar weten ze veel van techniek. Echt van implementatie, van innovatie. Dus dat is een voorbeeld geweest. Boston is een voorbeeld, maar ook in Azië. Is er een Europese stad? Dat is grappig dat u die tot op heden niet noemt. Londen is onze grote concurrent. De concurrentie is op dit moment echt bikkelhard. Ja. Ook om internationale bedrijven aan te trekken. Ze hebben een enorme sprong met die Olympische Spelen gemaakt. Maar heel veel vastgoed moet nu weer nieuwe doelen krijgen. Dat doen ze alles. Hè. Van tax rates tot en met hele goede opleidingen. Ze hebben ook een soort Metropolitan Solutions. Het heet daar alleen iets anders. Dus Londen is een hele sterke concurrent. In Barcelona zie je veel gebeuren. Dus dat zijn denk ik de twee grote concurrenten. Nog één vraag en dan wil ik het afsluiten. Dan moet je gewoon de deur even dicht houden voor Van der Laan hier binnenkomt. Want we moeten het hem even heel lastig maken. Wat moeten wij leren waar we nog niet goed in zijn om hier op dit vlak te kunnen gaan uitblinken? En eigenlijk is het zo, je moet nooit definiëren waar je in wil uitblinken, want dat blijkt achteraf pas. Maar het gaat mij dan meer om het leerproces. Wat moeten al die partijen in de stad leren om uit die kinderschoenen te komen? Nou, volgens mij moeten we leren dat we een hele sterke middenklasse hebben en dat we die ook echt moeten houden. Dat besef ontbreekt nog wel eens. Nou, ik denk dat we ons moeten realiseren dat daar welvaart voor iedereen vandaan komt. Juist. En dat het verschil tussen arm en rijk niet groter moet worden, want dan word je niet gelukkiger van met z'n allen. Mooi antwoord. Dus die hele sterke middenklasse is een ding. Want dat is de verbinding eigenlijk. Hè? Ja. Ja, en dat geeft ook perspectief. Hè? Dat is belangrijk, dat je kunt groeien in je leven, in de samenleving, in je werk. Het tweede wat we moeten leren is dat wij zoveel publieke infrastructuur hebben echt van hele grote waarde is. Ik zat een week geleden in een conferentie met 5 Amerikaanse steden. Het lijkt er allemaal geweldig, maar heel veel is privaat. Ja. Waardoor je gewoon niet toegang kan bieden voor iedereen, ook tegen een aanvaardbare prijs. Bijvoorbeeld data zijn privaat. Hè. De grote oliemaatschappijen hebben in gebieden als New Orleans ongelooflijk veel kennis. Ja. Die het publiek niet heeft, waardoor je als overheid veel minder goed kunt acteren en ook als wetenschap gewoon heel veel data mist. Dus ik denk het feit dat we hier zoveel publiek hebben is een heel groot goed, want daardoor zijn we met elkaar in staat om collectieve actieproblemen op te lossen. Nou, ik denk dat wij de burgemeester nog wel eens even kunnen vragen of die ons niet wat beter kan benutten. We hebben zo ontzettend veel te bieden. Als je het nou hebt over die scholen, zijn we nou wel goed genoeg aangehecht om de leraren op te leiden die daar lesgeven. En ik denk dat het belangrijk is dat de universiteiten en de hogescholen daarin samenwerken. Okay, ik denk dat het doodzonde is dat we de lerarenopleidingen niet meer als onderdeel van de universiteit hebben. Nee, maar dat is een eerlijke toezegging of een eerlijke openbaring ook van uw kant. Ja, maar dat is waar die board goed voor is. Dat je eerlijk met elkaar afspreekt wat je wil hebben. En als je dan kijkt naar de human capital agenda die we de vorige keer besproken hebben in die boardvergadering, dan wil ik wel actie hebben om die ook uit te voeren. Ja, heel goed. En daar hebben we de steun van die andere partners wel bij nodig. Waar zou u de burgemeester op scherp willen zetten? Ja, dat is gek genoeg iets wat ik vind dat de burgemeester ons scherper op moet zetten. Ik heb deze burgemeester en ook zijn voorganger een paar keer zien ingrijpen waar het gesprek tussen universiteiten en bedrijven eigenlijk niet goed genoeg werd gevoerd. Dat is een ervaring die ik langer heb gehad, waar universiteiten naar bedrijven kijken en vragen, geef ons nou het geld, daar kunnen we mooie dingen mee doen. En universiteiten aan bedrijven vragen, ja, maar wat wil je nou dat we doen? En geen van beiden dat gesprek echt goed kunnen voeren. Ja, mijn voornemen is wel om dat gesprek zo te voeren. Ik heb dat in de context van bijvoorbeeld de Duizendweg School of Finance, heb ik daarin op klein niveau die ervaring gehad. Ja. Het kan wel.
Maar je moet elkaar dwingen aan tafel te gaan zitten. En niet genoeg nemen met het antwoord over de ander. Ja. Je moet je eigen verhaal vertellen en duidelijk maken wat je nou eigenlijk wil bereiken. Wat zou u nog toevoegen? We doen gewoon net alsof Van der Laan er niet is. Waar gaan we Van der Laan stevig ondervragen om te voorkomen dat hij in zijn bekende clichés valt? Nou, daar gaat hij zelf over. Wat hier gezegd is, dat sluit aan bij mijn ervaring in mijn huidige werk. Organiseer de lange termijn apart. Ja. En verbind hem met de korte termijn. Dat is de essentie van mijn werk. Dit land is laag gelegen, dat weten we allemaal. We weten ook dat de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de temperatuur toeneemt. En dan moet je wat doen, tenzij je wil reageren op een ramp, maar we willen het graag voorkomen. Dat is althans de afspraak die we gemaakt hebben. En wat de regering gedaan heeft, is een functie maken met een relatieve onafhankelijke positie, die voor de lange termijn de plannen maakt hoe je dat moet doen. Dus 30 jaar sleutelen aan ons land. En die dat verbindt met wat er morgen en overmorgen gebeurt. Daar valt u eigenlijk mee samen. Probeer zo'n economic board, Amsterdam Economic Board, ook in zo'n soort positie, met alle erkenning van dat het op een lokale schaal iets anders is, te positioneren. Ik denk dat de economic board zo functie moet maken. Okay. En die moet begeleiden. Okay. En dat zij de verbinding tussen de korte en de lange termijn daarmee kunnen organiseren. Nou, ik vind het heel verstandig wat Wim zegt. Want heel vaak is het zo dat je dat mensen... ik heb het eens een keer Jeroen van der Veer heel helder horen uitleggen. Het er erg over eens kunnen worden hoe ze van A, de bestaande situatie, naar B, het ideaal toekomen. Dat lukt eigenlijk vaak wel. Maar dat er de echte discussie komt bij wat is de next step? Wat doen we vanavond of morgenochtend vroeg? En het is dus sowieso heel goed om in zo'n board op dat doelniveau, met een ander cliché, de stip op de horizon, om daarmee te beginnen en ja, via de belangen dan terug te redeneren naar en wat doen we morgenochtend om 8 uur? Ja. Hoe kunnen we bruggen bouwen dat op alle momenten de wetenschappelijke kennis op die plekken in de stad benut wordt? Wat is uw reactie daarop? Nou, dat is een, ik zou bijna zeggen, voorbeeldige aansporing. Zo wil je graag aangespoord worden als je gelooft in die... het woord, ik zie aangefluit maar zitten, dus het woord is ongetwijfeld al gevallen. Als je Triple Helix wilt samenwerken. En dan mogen de universiteiten vragen van het stadsbestuur om dat te faciliteren en te bevorderen. Ik pak het verhaal op waar Eberhard is gestopt. En dat gaat over de beta-faculteiten van de UvA en de VU en ESRON. Een instituut van wereldfaam op het gebied van astrofysica en aard- en klimaatwetenschappen. Die willen graag samenwerken op het Science Park. En dat vind ik, net als de burgemeester, fantastisch. Het is namelijk goed nieuws voor de stad. Goed nieuws voor Nederland en goed nieuws voor de wetenschap. Want dit soort intensieve samenwerkingsbanden hebben we nodig. Het zal de loopbrug verder uitgooien naar internationaal toponderzoek en naar het bedrijfsleven. Waaronder ASML, net ook al genoemd. En daarom maak ik hier bekend dat mijn ministerie van OCW, net als de gemeente, een eenmalig bedrag van 500.000 beschikbaar stelt voor een haalbaarheidsonderzoek om de mogelijkheden voor de komst van ESRON naar Amsterdam te bekijken. Dat is, hoop ik, een belangrijke stap om ESRON hier te krijgen en dus die kennisstad en die samenwerking tussen de twee universiteiten en het bedrijfsleven voor de toekomst te borgen. En dat kan naar mijn idee daarbij ook een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van de Amsterdam Faculty of Science, AFES. En dat kan weer bijdragen aan een betere binding tussen onderwijs en onderzoek, het ontstaan van meer interdisciplinaire programma's en het voortbestaan van een breed opleidingenaanbod dat daardoor verzekerd is. Waar zouden we als volgend jaar er 2 uur voor uittrekken? Waar zouden we wat jou betreft ons op moeten focussen om dat vreselijke woord te gebruiken? Heb je je koers scherp? Dus dat verliggende perspectief? Ja. Dat is wat het in het jargon, je moet het gevoel voor richting hebben met elkaar. Ik had het net van wanneer doen wetenschappers mee? Ook het gevoel hebben dat ze niet elke dag naar een ander themaatje worden gejaagd. Maar meewerken aan thema's die langjarig zijn, langdragend zijn. En dat geldt denk ik voor alle organisaties hier in de stad. Je kunt alleen maar echt goed samenwerken en over je eigen grenzen heen stappen. Als je weet waar je dat voor doet op de lange termijn, dan kun je ook je eigen belang
daaraan hecht, dat werd net ook gezegd. Het is niet alleen maar voor de gezelligheid en voor de ideologie. Je doet het ook omdat je er beter van wilt worden. En dat gaat makkelijker als je op dat spoor kunt zitten. Dus heel erg weer, heb je een consistente visie op de lange termijn en wordt die gedeeld?